We zijn hier bij een gezamenlijke warming-up van Jo 11. Dat wil zeggen Jo 11 1, 2, 3 en 4. Vanwege het sociale aspect hebben de trainers besloten om gewoon de hele club Jo 11 bij elkaar te houden. En omdat eigenlijk de gymnastiek en de lichamelijke oefeningen het op de basisschool over het algemeen een beetje laten liggen, doen ze hier allemaal oefeningen die je eigenlijk in de gymzaal verwacht, maar die op het veld dus gewoon hartstikke belangrijk blijken te zijn. Want ja, het is natuurlijk duidelijk dat een voetballer gewoon een algemene conditie moet hebben. En dat wil niet zeggen dat alleen de beentjes het doen en de voeten met die bal. Maar je algehele lichamelijke vaardigheid, die moet gewoon op peil gehouden worden. En dat gaan ze hier middels een stel skills doen. En dat ziet er redelijk gezond uit. De spelers die weten gewoon al wat ze ongeveer te doen staan. Gaan langzaam maar zeker op hun plekje staan. En wij wachten rustig af waarmee ze zometeen gaan beginnen. U ziet niet één trainer. Nee, het zijn er 1, 2, 3, 4. En dan de hoofd, soort coördinator, zeg maar. Herman Kok, natuurlijk bekend van DVS van vroeger. En u ziet daar denk ik al het begin van de kruiwagenrace. Herman Kok vertelde net al dat we niet verbaasd moeten staan dat zomaar mensen door hun armen heen zakken. Want ja, die kracht die ontberen ze eigenlijk. Hè. Wat vroeger de meest normale spelletjes waren op allerlei veldjes, op allerlei weitjes. Waar je gewoon lekker met de jeugd onderling spelletjes aan het doen was. Dat is nu een klein beetje verdwenen. En ja, dat moet hier even allemaal weer opgepakt. Daar de bekende kruiwagenrace. En inderdaad, Herman Kok heeft gelijk, sommigen die knallen inderdaad door die armen heen. En ze hebben er wel in ieder geval behoorlijk veel lol in. En proberen natuurlijk het zo goed mogelijk te doen. Het vereist ook coördinatie, niet alleen maar van de kruiwagen, maar ook degene die het bestuurt. Die moet natuurlijk niet te snel willen, zodat die anderen met die armpjes hopeloos in de knoei komen. Ja, soms worden ze zomaar gewoon even het kunstgras opgegooid. Sommigen zijn zich ook heel erg bewust van de aanwezigheid van de camera. Dat is overduidelijk te zien. Kort interviewtje met Mira, als het goed is. Mira, welkom bij DVS TV. Een van de enthousiaste trainers van de Jo 11, hè? Ja, tenminste, denk ik. Maar in principe, alle trainers zijn hier heel erg goed. Ze zijn goed bezig met kinderen. Of je 1 is, of 2, of 3, of 4, maakt niet uit. Maar ze zijn allemaal DVS'ers. Ja. En jullie hebben natuurlijk ook overleg met elkaar natuurlijk over de oefeningen en over wie de gezamenlijke, het gezamenlijke begin, de warming-up doet. Absoluut, absoluut. Wij gaan altijd vooraf, voordat we beginnen met training, vooraf alles bespreken. Planning maken, zelfs de training die wij gaan doen, alles wordt vooraf gewoon besproken. Ja. En natuurlijk ook onderling overleggen over als er bij jou een enorm talent is waarvan jij denkt, hey, die moet toch echt snel naar de Jo 1 of zo, dan gebeurt dat ook? Absoluut, maar wat wij hier hebben bij selectie 11, wij mixen 11 1 en 2. Dus wij doen meestal wel om en om, kwartier 1, kwartier 2. En wij proberen gewoon de lijnen gewoon recht te trekken, zodat gewoon de beide heel goed in kwaliteit kunnen groeien. Leuk, leuk, leuk. Leuk om te zien dat sociale aspect, hè? Jo 1, 2, 3 en 4, dat is belangrijk. Absoluut, absoluut, absoluut. Daar heeft u wel gelijk in. Maar ik moet even zeggen, ze komen hier voor voetbal. Voetbal is plezier hebben en dat hebben ze allemaal. Ja. Kijk, en dat is het allerbelangrijkste, hè? Bedankt hè, voor dit korte interview. Graag gedaan, graag gedaan. Succes hè. Dankjewel, dankjewel. Een rondje balletjes afpakken. Kijk, ze gaan op de grond liggen. En je krijgt natuurlijk al heel gauw judo-achtige verschijnselen. Waarbij ze op een of andere slimme manier de ander de bal moeten afpakken. Terwijl ze natuurlijk elkaar niet moeten beschadigen. Dat op een slimme manier moeten doen.
Sommigen blijven staan. Hebben misschien een hekel aan liggen. Anderen die gaan liggen en bedenken dan van, ja, zie nou die bal maar te krijgen. Maar toch op een of andere manier gaat het ze toch lukken. Na deze korte warming-up. En natuurlijk zal op, bij andere warming-ups zullen er andere spelletjes weer aan de orde komen. Andere trainingsvormen, andere skills. Ze gaan nu naar hun eigen trainer en daar gaan ze verder.